En hallo mensen van de Jasp Gaming Channel, welkom bij een nieuwe aflevering van Zelda Ocarina of Time. We waren hier zo de vorige keer gebleven, en ja. Dus ik ga gewoon weten, wat doe je hier? Dan vraag ik mezelf soms ook af. Kijk, dit is ook heel leuk. Yay, Yoshi, Mario, dan zo, Peach en al dat soort dingen. Ik wil gewoon hier zien. Gewoon een referentie. Yes! Hey, lekker ding. Wil je met me praten? Oké, ik kom tegen nog een helemaal af. Huh? Wie? Wie ben je? Hoe ben je langs de karts gekomen? Gesneakt. Wat is dat? Is dat een vee? Misschien. Ben jij van het bos? Ja. Ik ben de bosjesman. Je hebt de spirit of stone. De forest, ja. De creature in stone. Heb ik die? Ja, natuurlijk, joh. Net zoals ik dacht. Ik had een droom. In het droom. Oh, dag al. Zonder droom. Nee. Nou, dark. Donkere wolken. Boven Hyrule. Ja, bla bla bla. A ray of light. Shut out of the forest. Part of the clouds. The ground. Of licht. Green and shining stone, oké, en bijvoorbeeld bij een vee. Iemand van het bos kwam, ja, ik dacht dat jij het was. Maar dat weet ik ook. Oh, het spijt me. Get ready to win with my story. Ik ben Zelda, Princess of Hyrule. Das Princess. Wat is mijn naam? Link. Sound somehow. Ja, bekend hè. Misschien omdat het wel in meer dan 10 games voorkomt. Oké, dan Link. Ik ga je een secret vertellen van Scarlet Realm. Ja, ja. Of I will, well, family. Hou je fucking back toch? Nou, oké, omdat jij bent. De legende gaat als volgt. Oh, het regent. Goddess in the Triforce containing the power of the gods somewhere in Hyrule. Ja, misschien zitten die wel in de Temple of Time. The power to grant in the Traveling Hands. Ja, ja, het zal wel. There's a wisdom will lead Hyrule to a golden age of prosperity, okay. But your evil mind has this rich granddad, the world will be consumed by evil. Oké. Ja, het is wat er gaat gebeuren. Spoiler, spoiler. Ancient Science, of Temple of Time, nou ja, evil. Oké. Zijn we hier zo? That's right, the Temple of Time is the entrance through which you can enter the Scarlet Realm of Former World. Ja, yeah, ja. Yeah. Door of Time. Waarom pak je nou niet gewoon de hamer en sla je die deur gewoon open, zodat ik niet die kut 3 stones moet collecten? Treasure that the royal family keeps alone with this legend. The Ocarina of Time. Yes, ik heb al een Ocarina. Die is ook al deze tijd gemaakt. Ja, natuurlijk. Maar, dus is die Ocarina of Time niet de Ocarina of Time? Of is het gewoon een normale Ocarina, omdat het niet van de royale familie is? Oh, je was aan het bespioneren. Oh. Die man daar. Nou, als het maar geen Velo is, dan kijk je wel. Hallo, man met de neus. Volgens mij is hij Jood. Ja, hij is een echte Jood. Jood. Dit is Gandorf. Oké, de leader of the Gerudos. The hill from the desert far to west. Oké, ja, ja. He is nuts. Ja, ja, bla, bla, bla. Dream symbolize that man. Hij kijkt naar ons. Ja, hij zag mij, want hij is pedo.
Gandalf is gewoon fucking pedo. He doesn't have any idea what we're planning yet. Ja. Ik heb mijn vader verteld van mijn droom. Ik ben echt fucking moe omdat ze het over dromen heeft. De mens evil, ja. Maar Gandalf is after must be nothing less than the Triforce of this sacred realm. Come to my will to obtain it. Ja. Hou je fucking back. Ik denk nou, volgens mij ben ik het meeste. Jij geeft mij alleen maar die fucking light arrows. Weet je wat? Oké. Het is goed. Alleen om deze serie langer te maken. Ik ben bang dat de man is. Ja, hij gaat haar wil kapot maken. Dat is zo één. Ik ben zo kennelijk van. Ah! Van een buiten traan. Oké. Protect the Ocarina of Time. Oké. Oh yeah, fuck you back. Deze brief moet ik nemen. Oké, dat is goed. Zet het maar zien, bla. Use that seat to show it to people. Ik kan je ook nog wel wat showen op Zelda, maar ik moet weg. Op avontuur. Auw, struikel. Zo. Hallo daar. Hallo, Impa of the Sheikahs. Ik ben verantwoordelijk voor Zelda te beschermen. Ik heb Durex in mijn zak. Ik bescherm haar wel, oké? Grass boy, you're heading out to the big new adventure, aren't you? Yeah. Dream was to the melody from the one to the forest. Melody passed by, then by the royal family. Yeah. As a lullaby ever she since was a baby. There's mysterious power in these notes. Okay, listen carefully. Ik wil ook om mijn vingers kunnen fluiten. Yeah. This is going on, and my life turned upside down in a cinderella. Okay, first bunch of referentie, maar ja. Some of the villagers before you go to that mountain. The summer just told you was the mistress power, yeah. To prove your connection with the royal family. To return to the castle, yeah, the stones, all that would count on you. What the fuck? Zag je die arm? Die ging echt freaking ver naar achteren. Weet je wat? Fuck jullie allemaal. Ik wil die pauze hebben, dus ik moet daar long ranch. Oké. Hallo? Misschien moet ik hier wel de ochtend zijn. Even kijken waar de zon staat. Hallo zon! Daar.
Daar. Dus dan ga ik hier net onder als ik het goed heb. Hier. En dan ga ik onder. Dus moet ik weer op de maan gaan wachten. Moet ik weer de zwaard gaan pakken. Wat kan die zombie weer? Of skeleton zombies, wat dan ook. Het is geen Minecraft. Nou ja, dat gaat de mooie zon. Mooie zon. Die helpen. Oké, deze schop krijg ik best wel door. Maar ik ga deze mee afwachten, want misschien kan ik deze nog voor roepjes knappen. Nee. Oké. En ik heb ook nog zeg maar een beetje van die challenges gemaakt die ik van deze game kan doen, zoals de Big Gun Sword halen. Die wil ik in ieder geval wel halen in deze serie. Ja, kijk hoe. Die Big Gun Sword die wil ik nog wel voor de watertempel. Dan zet je ook nog zo'n mini-boss van staat hier in. Oké, waar staat hem aan? De maan. Nee, dat is niet. Is dat hem aan daar? Ja. Ach ja. Maar. Die wil ik best dan nog echt graag hebben. Ik heb veel damage, maar die zegt best wel. Kut. Hey, roepies. Hallo. Oké, het wordt ochtend, verder ochtend. Heel snel. Oké, hopelijk staat die meid nu hier. En dus dan even kijken, dan moet ik wel een ocarina hebben. Oké. Cute Ocarina, ja, ik play this
zangmoeder Ted Ocarina. Ja, wel met Anders. Oké, okay, dus er staat van 4 level. Ja. En nu hebben we Ipona Song geleerd. Yes! En die komt in een later in het spel echt goed van pas. Ipona Song. Yes! En dan. Wat een mooie begin. Hey, daar is het L weer. Ja, ik zie al dat ik al 15 minuten nog wat seconden bezig ben, dus... Ik ga deze aflevering afsluiten en stop met mij te duwen paard. Ik bedank jullie voor het aflevering kijken van deze aflevering van Zelda Ocarina of Time. Ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Adieu.